dagen bestaan dit jaar uit twee delen. Een deel online op de dinsdag en een deel op locatie op de zaterdag. Tijdens het online deel op de dinsdag van 5 tot 9 kun je verschillende opleidingen bekijken en vergelijken. Je kunt allerlei informatie terugvinden bij de online open dagen en vragen stellen via de chatsessies aan studenten en of docenten. Ook is er een online studiekeuzeplein met studiekeuzecoaches waarbij je terecht kan met praktische vragen zoals het inschrijven. Tijdens het deel op locatie op zaterdag tussen 10 en 2 kun je kennis maken met studenten, docenten en medestudiekiezers. Ook kun je gelijk de sfeer proeven op de campus. Daarnaast kun je bij een opleiding naar keuze een proefles volgen, de informatiebank bijwonen, een rondleiding krijgen of natuurlijk de meet and greet bijwonen. Het hoger onderwijs is weer helemaal open. De mondkapjesplicht, de 1,5 meter en de 65 personen per ruimte komen te vervallen. Daarnaast heb je voor de open dag geen corona check-up nodig. Hoe haal je het meeste uit je open dag? Daar hebben we een aantal tips voor. Zorg ervoor dat je op het online gedeelte de presentaties bijwoont van alle opleidingen die jij interessant vindt. En dan kun je vervolgens op locatie de opleidingen bezoeken die jou het meeste aanspreken. Heb je nog helemaal geen idee welke studie je wil gaan kiezen? Bekijk dan websites zoals Studiekeuze 123. Bekijk meer informatie op hva.nl over de opleidingen die je wilt gaan bezoeken. En bedenk alvast vragen die je wilt gaan stellen. Bedenk je doel voor de open dag. Wat wil ik weten? Wil ik met studenten of docenten praten? Wil ik uiteindelijk een proefles volgen? Of wil ik meerdere opleidingen gaan bekijken? Bekijk ook alle sociale media kanalen van de HVA en vraag je vrienden en familie rond. Maar kies uiteindelijk wat je zelf wil, want het is jouw keuze en volg je hart.